Met de campagne Frituurvet Recycle Het wil de NVO het recyclen van frituurvet bekender maken. NVO is een ketenorganisatie van oliën en vetten. Frituurvet Recycle Het is een campagne om consumenten aan te moedigen om het frituurvet wat zij gebruikt hebben niet door het toilet of in de riool te gooien of in de container, maar om dat frituurvet eigenlijk terug te schenken in de beste kan waarin ze het gekocht hebben en dat dan in te leveren bij een van de vele inzamelpunten die we hebben. Vindt u dat er genoeg van die bakken zijn? Nou, er zouden er meer kunnen zijn, denk ik. Waarom? Ja, omdat ik ze niet zo heel veel tegenkom, of het valt me niet op. Ik weet niet eens of iedere supermarkt ze heeft. Wij geven het mee aan het milieu dan. Dan doen we zeven en dan in een jerrycan en dan nemen we het mee. Dat is een fles. Ja. Eigenlijk is het die bewaar ik. En als dan de olie ververs moet worden, doe ik die oude doek in de fles. En dan brengen we dat naar de milieustraat. En vindt u dat er genoeg van die, want er zijn ook punten waar u het weg kunt brengen. Ja. Vindt u dat er genoeg van die punten zijn? Ik heb er geen punt mee. We zien nu dat 41% van de frituurvet van de huishoudens, hè, van consumenten, wordt ingezameld. Nou, we gaan er elk jaar over rapporteren. En nog middels van deze campagne roepen we eigenlijk om, zeker na de oliebondentijd, hè, dat zal wel in januari zijn als de frituurvet gebruikt is, om dan even na te denken van, jongens, wat doen we ermee? En het belangrijkste is gewoon, zamel in, frituurvet, recycle het. In plaats van het weg te gooien. Waarom zouden consumenten dat moeten doen? Is omdat, één, zo goed dat het niet in het riool terechtkomt. Want dat leidt tot heel veel verstoppingen en heel veel schade bij de rioolbedrijven. Twee, dat gebruikte frituurvet, daar kunnen wij biodiesel van maken. Heel veel mensen weten dat niet, maar als je diesel tankt bij de pomp, daar zit daar verplicht zo'n 6% bio-brandstof bij. Dus het is goed voor het milieu. Dus u levert het gewoon in? Bij de supermarkt. En waarom deed u dat? Milieubewust. Recycelt u het frituurvet? Eerlijk gezegd niet, nee. En waarom niet? Ja, ik ben te makkelijk daarvoor eigenlijk. Ah, oké. En wil u het misschien gaan doen? Ja, als er wat meer inleverpunten zouden zijn. Bijvoorbeeld bij de supermarkt waar je boodschappen doet, maar wel. Waarom is dit dan nog zo onbekend? Heel goed. Ik denk dat misschien moeten we nog meer campagne voeren. Mensen zijn nu gewend en daar zit ook de overheid, geeft heel veel subsidies voor om glas in te zamelen of plastic in te zamelen. Wij krijgen geen subsidie van de overheid om dit te stimuleren. Dus wij moeten het gewoon als bedrijven die dit doen, moeten we er zelf geld voor bijleggen. Op dit moment zijn er 2500 inzamelpunten in Nederland. Maar we hopen natuurlijk dat er nog veel meer inzamelpunten komen. En als je wil inzamelen, denk je van waar moet ik dat inzamelen? Dan kun je naar de website gaan www.recyclehet.nl. En dan kun je je postcode invoeren en dan krijg je de dichtstbijzijnde gele container. Waar die staat bij een vereniging of sportclub, kun je dan terugvinden. Ja, oké, dankjewel.